Goedemiddag vanuit Suriname. Warm Suriname, het is bijna 12 uur 's middags. Ik kom later terug over het verhaal van de mensen met nierdialyse, maar ik ben nu op een plek. Heel mooi is hier. Ga ik even laten zien waar ik ben. Dus ik wacht even op wat mensen. Ik kijk een beetje moeilijk vanwege de zon. Kijk, als ik zo kan, dan kan ik het zien. Komt u maar. Even laten zien waar ik ben. Ja, oké, ik ga maar gewoon beginnen. Dan kunnen jullie altijd later aanschuiven. Om te zien waar ik ben. Dankjewel, de ene persoon die er is. Twee. Waar blijven de rest? Kom op. Drie, vier. Oké. Ik ben hier aan de Keizerstraat. Een prachtige kerk staat, zoals u ziet. Hè? Heel mooi. Ouderwetse. En ik ben hier bij de Manto. Manto is een stichting die al heel lang bestaat. Voor mij 25 jaar. En zij hadden altijd iets van 40 of 50 mensen die dagbesteding hier komen doorbrengen. Hun dag hier komen doorbrengen. En ze, ik wou net, ze verhuren ook appartementen. Kennisje van mij heeft de mensen vandaag getrakteerd. Gaat ze trakteren op voeding. En dus we gaan laten zien. Dat is een van de... Dit is een van de bewoners, u mevrouw Sandweken, toch? Klopt helemaal. Ja, en u woont hier, u gaat ons laten zien. Dit hebben we bijna onder 3 minuten, hè? Echt? De ambulance. Ja, want u bent vlakbij het AZ. Dus, wij wennen eraan. Ik weet het niet meer, denk ik. Ja. Nee. Oké, dit is de ingang. In mei zit ik hier 13 jaar. 13 jaar, mooi. En dit is de ingang, het bevalt u goed? Dit is de ingang. Oké. Nou, gaan we met u meelopen. Het is de mantel en die hebben we dus 3 keer per week. Vroeger was het elke dag. 3 keer per week nu ontvangen ze seniorenburgers. Ja. Om een dagbesteding te hebben hier. Dan hebben ze soms karaoke, bingo. Ik zag net, ze speelden met erger je niet. Handenarbeid. Proberen verplicht te organiseren. Ja, alleen zijn er nu te weinig vrijwilligers. Dus men is naast toch op zoek naar vrijwilligers. Om een paar uurtjes in de week... Dus zit alles in beveiligd. Ja, alles is heel goed beveiligd. Goh, maar is het leuk. Waswap. Jeetje. Alle bewoners mogen weer hun was doen en drogen, dus je hebt nergens was op te hangen. Geweldig. Hier is een bewoner, mevrouw Pardé. Hier heb je ook nog kamers. Mm-hmm. Maar die zijn op slot, ze zijn leeg op het ogenblik. Oké. Geen bewoners, dat zijn er 3. Wauw. En dit is een ruimte die iedereen mogen gebruiken. Hier hebben we soms een komakandra met een hapje en een borreltje. Oh, hier zo. Oké. Ja. En dit zijn ook allemaal kamers? Dit zijn 2 kamers, 2 appartementen. Mm-hmm. Maar op het ogenblik zijn ze niet bezet. Niet bezet. Dit is de binnenplaats. Prachtig. Die kan ik beter zien. Oké, dan gaan we daar kijken. Dit is een binnenplaats. Nou, we gaan gelijk een kamertje bespreken. Voor mijn oude dag. Ik ga reserveren. Alles kan. Hij moet wel de trap op kunnen. Ja. Dan hebben we nog 2 kamers. Kijk hier. 2 appartementen hier aan deze kant. Aha. We hebben nog 2 appartementen. Die willen ze dan voor vaste bewoners hebben. En aan deze moet nog heel wat gedaan worden. Maar zie zo ziet hoe een kamer eruit ziet. Op zijn rij. Wauw. Dat is toch wel lekker ruim. Een mooie ruime woonkamer. Hier een slaapkamer. Oké. En dan is dit het balkon, maar ze hebben nog zoveel rammel erop. Ja. Omdat ze bezig zijn. Oh, geweldig. En zo van hier. Kijk, hier zit mooi uitzicht op de straat. Maria School. Ja, de Maria School daar inderdaad. Daar moet nodig wat daar gedaan worden. Op de Maria School. Al jaren is het zo. Onderhoud is behoud. Maar wat een leuke kamer. Beetje rustiger dan aan andere te huizen. Ja, hè? Ja. Ik ga het ook eens aan het
En de binnenplaats, kijk hoe prachtig. Ik ben hier. Oh, dit is het uitzicht van onze binnenplaats. Geweldig hoor. Ja. Ja. Is een christelijke achtergrond, is een katholieke? Dit is het van het bisdom, hè? Van het bisdom, oké. Okay. En hier is uw ruimte. Dit is mijn ruimte. Het is een grote, zelfde ruimte dat we net gezien hebben? Iets andere indeling. Nou, gezellig. Ja, meer heb je niet nodig. Ja, nee. En een mooi balkonnetje, oh ja. Oh ja, lekker. Heerlijk te zitten hier al. De mantel is dit hier aan de Keizerstraat, mensen. Prachtig. En daar is het hele gevoel. Dat vind ik toch niet. Planten. Dit zijn mijn paprika's zijn uitgebloeid. Oké. Okay. En mijn rode peper. Die oh ja, dat zie ik. Ik zie hier. Ja, leuk. Ja, aloe vera toch? Ja. Lekker hoor. En hier is, wanneer is hier de zon? 'S morgens. Ik heb hier ochtendzon. En dan 's middags kunt u lekker hier zitten. Oh, heerlijk. Nu al, ja. En dan is dit hier de slaapkamer. Ruim hoor. Ruim. Ja, ruim. Ja, en daar uw bad en toilet. Ja, bad en toilet. Echt ruim. Ja, wat doe je nog meer eigenlijk? He? Ik moet in Nederland mijn inkopen doen. Dus. Oh, ik moet Ja. Zelf wel mensen. Gaan we inschrijven? Ja, precies. Mijn jongens zeggen, mama heeft een plek gevonden. Bij mijn jullie. Die moet ik allemaal doen. En hier moet er nog iemand anders? Mijn buurvrouw, mevrouw Matroos. En hier aan de andere kant is mevrouw Pamelie. Ja, zei u die kant, hè? Ja. Oké. Dat is mooi, die woning. Ja. En wij gaan aan die kant, hoor? Ja. Deze? Ja. Echt heel gezellig. Ja. We zijn nu bij de mantel, zoals ik al zei. Hi. Waar is weer? Waar zijn we weer met die mensen? Hierin? Ja. Hi. Yes, daar ben ik. En dan gaan we lekker eten. Oh, André, hier weer toe. Voor ik kom. Oh, mijn eten is er. Ja. Ziet er zeker goed uit. Die karkamelita komt. Daar kan je komen bij de mantel. Zo. Ze kenden het geneet. Ze wist niet eens wat het was. Nee. Dames en heren, allemaal. Dank u wel. Graag gedaan. Smakelijk eten. Eet smakelijk. Zo, en dan hebben we hier mevrouw Del Prado, hè? Ja. U bent lid van het bestuur. Klopt. En hoe lang bestaat de mantel al? Bijna 25 jaar bestaat de mantel nu. En de mantel is een stichting die valt onder Bisdom, RKBO Bisdom. Ja. Wat we hier hebben op het complex is een appartementencomplex. We hebben een dagzoos waar we 3 dagen in de week seniorenburgers ontvangen. Ja. Ze posen hier en dan houden we ze bezig. Daarover kan ik straks wat meer vertellen. Maar we hebben ook de mantel verhuurt ook de zalen voor feestjes. Evenementen. Niet echt feestjes, want we willen niet echt drukte hier. Oké. Okay. Maar voor workshops, vergaderingen. We hebben deze grote zaal en we hebben ook nog een kleine zaal. Dus die worden wel verhuurd. Oké. Okay. En deze mensen zijn deze mensen.
de seniorenburgers die hier zitten, nu te eten, die zijn, komen hier al, 3 keer in de week om dagbesteding. Ja, laat me dit erbij vertellen. De mantel, de dagsoos was vroeger de hele week open, dus 5 dagen in de week. Ja. En het was open van 8 tot 2. De mensen komen, ze worden bezig gehouden. We hebben verschillende gezelschapsspelen, we zingen met ze. In het verleden zijn we ook vaker naar uitstap, hebben we uitstapjes gemaakt met ze. Ik weet dat vroeger was er ook een bus die kwam ophalen om zwemlessen te volgen. Okay. Dat is nu wat minder. Na COVID. We moesten sluiten met COVID. En na COVID toen we open gingen, zijn we gestart met 3 dagen. Dus het is nog steeds 3 dagen in de week. Ja. Zijn we open van 8 tot 2 uur. De meeste worden voor 2 uur opgehaald. Ze krijgen ontbijt, een broodje en warm. Een cacao, ja. Thee krijgen ze. Want ze kunnen terug vanaf 8 uur? Vanaf 8 uur. Oké. Okay. En dus na krijgen ze eten, een ontbijtje, smiddags warm. Ja, dus ze krijgen ook een tussendoortje. Het kan zijn fruit, het kan zijn yoghurt, cake. Maar we moeten het veelal ook hebben hoor, moet ik ook zeggen, van sponsoren. Mm-hmm. We weten onder andere bijvoorbeeld Fernandes, die sponsort ons de broodjes. Oké. Okay. Ja, ja. En natuurlijk zijn er ook gewoon individuele sponsors die helpen. Ja. Maar dat is de bedoeling dat we ze dus bezig houden. We hebben vrijwilligers. Ja. Die komen voor, sommigen komen voor gezelschapsspelen, bingo. Dorette speelt ook vaak bingo met ons. Heerlijk, ik wil het een keertje meemaken. Ja. We hebben ook zang. We hebben speciale personen die komen zingen. Natuurlijk zijn we afhankelijk van vrijwilligers. Hè? Want het bedrag dat ze betalen kunnen we geen experts huren om te komen. Dus we hebben het veelal van vrijwilligers. En dat is ook eigenlijk altijd goed gegaan. Je merkt dat dat wat minder wordt. Vrijwilligers, hè? Ja, mm-hmm. Bieden zich minder vrijwilligers aan. Maar dat komt door de sociaal-economische situatie, hoor. Ja. Mensen zijn aan het overleven en dan doet men veel minder vrijwilligers werk. Mm-hmm. Maar gelukkig zijn er nog mensen. Dank u wel, hoor. Zijn er nog wel mensen die, nog wel helpen. Die ons komen helpen. Ja, dus jullie kunnen nog mensen gebruiken, nog vrijwilligers gebruiken? Ja, we zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers. We hebben bijvoorbeeld op de vrijdags heb je City, die komt met ze dansen. Dansen en beweging. Beweging met de oudjes, dus gymnastiek. Dorette bingo. En natuurlijk hebben we ook bijvoorbeeld sponsoren, die cadeautjes, want dat hebben we ook nodig. Hè? Want ja. Dat is wel altijd blij, ze kunnen altijd wel een cadeautje winnen tijdens bingo. Een zeepje of een geurtje. We hebben van een bedrijf bijvoorbeeld potjes pindakaas gehad. Ze waren altijd, het zijn leuke prijzen die de mensen ook allemaal kunnen gebruiken. Hmm. En dan hebben ze dan hun lunch. Dat is rond 12 uur. En betalen ze daar 200 SRD voor? Houdt u me dat echt goed? Ik zoek het even. Ik dacht dat het 200 SRD is. Misschien iets meer nu natuurlijk, maar dat is toch goed, hè? Dat je dus, en dat je dan de mensen in elk geval een uitje hebben. Om zich bezig te houden, onder andere met andere mensen te zitten. Die toch een beetje het gevoel hebben dat je meetelt. Dus je kunt gebruiken vrijwilligers, we kunnen gebruiken donaties, dus welke vorm dan ook. Welke vorm dan ook. En Bisdom die zorgt voor, dit is het gebouw van het wordt door hun ook schoongehouden? Nee, door ons. Dus we onderhouden dit gebouw, dit terrein, met de inkomsten die hebben we uit de appartementen verhuurd. Okay. Ik zei het al toch, we hebben behalve onze dagsoos, hebben we ook appartementen die we verhuren voor lang verblijf, maar ook kort verblijf, hoor, als mensen komen voor een week. Mm-hmm. Maar natuurlijk verhuren we het niet aan ieder. Nee. Van ieder, want we hebben seniorenburgers. Precies. Die hier wonen, dus je kan geen jongeren hebben die dat een lawaai komen maken. Ja. Ja, maar, en wat is de huur van zo'n appartement? De appartementen zijn €450, dat zijn ietsje grotere, die hebben jullie gezien zo net, denk ik. En dan ietsje kleiner, die zijn €350. Geweldig. En die van €350, die worden meestal ook gehuurd voor kort verblijf. Oké. Dus dat is bij, dat blijft hangen, hè, internet wederom. De mantel. Dus je kunt ook met stagiaires werken natuurlijk, die zeggen van nou... Die box
lopen om. Dit is echt heel vervelend, mensen. Gewoon dat je eruit gegooid wordt omdat er internet het niet goed doet. En ik ben gewoon aan de Keizerstraat. Like, ik ben niet in Apura of zo. Maar goed, hebben we het gehoord. Mevrouw De Paal heeft het net verteld. Het is een stichting, de Mantel, die al jarenlang, meer dan 25 jaar bezig is om seniorenburgers een dagbesteding aan te bieden. Dus het was vroeger elke dag, het is nu 3 keer in de week. Tussen 200 en 250 waarschijnlijk betalende mensen. En worden hier opgevangen, krijgen eten, ontbijt, warm eten, doen spelletjes mee, dansen, karaoke. Je kunt vrijwilligers gebruiken om een paar uurtjes met de mensen bezig te zijn. Ik zag net, ze waren mensen erg niet aan het spelen, zeg ik. Nou, ze hebben mensen erg niet bingo, dat vinden ze leuk. Mm-hmm. Er zijn ook altijd leuke prijsjes, maar ook handenarbeid, zang. Ja. En we maken wel eens ook een uitstapje. Ja. Nee, de dagbesteding is in SR. De appartementen worden in euro's verhuurd. Mogen ik ook een SRD betalen? Ja, mag ook. Ja. Mag een SRD betalen? En maar de dagbesteding is gewoon in SRD, 200 tot 250 SRD. Het is heel leuk hier voor de mensen. Je kan het zien en misschien kan je moeder, als je moeders hebt die nog onder de mensen willen komen, dan kan je ze hier naartoe brengen. Okay, ja, vaak voor eenzame, hè? Juist. Seniorenburgers, ze zitten thuis, wachten tot de kinderen terug zijn van het werk. En dit is een mooie gelegenheid. Ja, dat ze zich bezighouden en met andere, juist, met andere leeftijdsgenoten. Ja. Ja. Nou, geweldig, succes. En laat jullie weten of jullie donaties hebben voor deze stichting. In welke vorm dan ook, met vrijwilligers, met pindakaas, met spelletjes die ze kunnen. Cadeautjes die ze kunnen winnen met bingo. En als een keer net als deze mevrouw ons willen trakteren op ja, lekker eten, dan mag dat ook. Ja, ja, het is nu een tractatie. Ik heb een volle mond. Lekker gegeten. Was het lekker? Heerlijk. Jij wil niet laten zien dat jij. Nee, oké, okay, ze wil niet laten zien dat zij het is. Dan ga ik even zo, want anders gaan ze je zien. Oké, okay, we gaan eruit. Dat is de Mantel aan de Keizerstraat die goed werk doet. Dagbesteding biedt aan seniorenburgers. En later geef ik meer informatie. Dan ga ik het plaatsen. Oké, okay, mensen, ik ga eruit. Een telezuur. Oh my god. Later. Mensen vinden het allemaal gezellig, wat leuk. Het ziet er mooi uit, netjes. Ja, zulke dingen kunnen we ondersteunen. Zeker ook weer ondersteunen. Later.